3 jaar geleden begon de 21-jarige Imre Gol met een heuse Carbid Academy. Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen zich opgeven om op Oudjaarsdag mee te doen aan de cursus Carbid Schieten. Want dat het zonder veilige instructies gevaarlijk kan zijn, heeft Gol zelf ondervonden. Eerlijk gezegd is het mezelf een keer overkomen dat het een keer goed fout was gegaan. En toen ben ik er eigenlijk vrij goed nog afgekomen. Dat heeft me wel aan het denken gezet inderdaad om, nou ja, hoe moet ik die kinderen dat misschien in de toekomst beter leren, of moet ik het op een leuke manier over te brengen. Ook om juist om het te stimuleren om blijven te Carbid schieten. Maar hoe veilig kun je het Carbid schieten maken? Ja, dat is eigenlijk wel veilig. Een risico is er natuurlijk altijd. Alleen, we hameren er juist op bij de lessen dat we het veilig overbrengen, dat we het allemaal veilig gaan doen. En daarvoor is inderdaad echt die Carbid Academy. Hoe gaat het precies in zijn werk, die Carbid Academy? Nou, ze kunnen zich 2 tot 3 weken van tevoren opgeven met naam en leeftijd. En dan vullen wij ze in 2-3 groepen van om en nabij 9 tot 10 personen groot. Meestal komen er rond de 30 kids. Die krijgen eerst 1,5 uur theorieles. Of een uurtje theorieles en dan krijgen ze een uurtje tot 1,5 uur praktijk. En zo is het eigenlijk de ochtend ingevuld. En of het met oud en nieuw allemaal door mag gaan is nog afwachten. Maar Gol zal wel teleurgesteld zijn als het helemaal wordt verboden. Ja, erg jammer natuurlijk. En ik denk ook dat de jeugd het ook erg jammer vindt. Want ja, dat je overdag bezig bent is natuurlijk inderdaad erg leuk en ook belangrijk. Maar anders ga je 's avonds de hort op.